Goedenavond. De Amerikaanse minister Haig gaat, nu zijn Falklandmissie mislukt lijkt, eerst overleggen met zijn president, Reagan. Haig vloog daartoe vanavond van Londen naar Washington. Mogelijk vertrekt hij vandaar weer naar Argentinië. Eigenlijk zou hij daar vanmorgen al heen zijn gegaan. Maar wat hij gisteren bij de Britse regering had weten te bereiken was kennelijk voor de Argentijnen niet aanvaardbaar. Vandaar toch weer de hele dag koortsachtig overleg in Londen. Want de tijd gaat dringen. Er is nog geen gewapend treffen geweest, maar de voorbereidingen gaan onverminderd door, van weerskanten. Onder die druk vanmorgen dus nieuw overleg in Londen met premier Thatcher en minister Pym. Anderhalf uur duurde dat. Daarop ging Haig naar zijn hotel om zijn koffers te pakken. In het hotel verscheen later op de middag heel verrassend minister Pym. Die wilde niet meer kwijt dan dat hij Haig nog één keer had willen spreken voor hij vertrok. Op het vliegveld verklaarde de Amerikaanse minister dat er moeilijkheden zouden zijn, maar ook nieuwe ideeën die een vergelijk toch nog mogelijk zouden maken. In El Salvador is een akkoord bereikt over de vorming van een regering van nationale eenheid, bestaand uit de Christendemocraten, die bij de verkiezingen van eind maart de grootste partij werden, en het blok van rechtse partijen die toen met elkaar de meerderheid kregen. Roberto da Buisson, de leider van de extreemrechtse Arena-partij, heeft dit meegedeeld. Over de samenstelling van de nieuwe regering wilde hij nog niets zeggen. Daarover zou nu nog worden onderhandeld. Er werd ook aan gewerkt om de grondwetgevende vergadering die eind maart werd gekozen zo vlug mogelijk te installeren. Die moet dan een voorlopige nieuwe president aanwijzen. Rechts is er tegen dat president Duarte aanblijft. Minister Van Tijn van Binnenlandse Zaken wil voor 1 januari een advies hebben over herziening en vereenvoudiging van het decoratiestelsel. Er is gekozen voor een niet-ambtelijke commissie van 4 personen. De minister heeft hiertoe besloten omdat hij vindt dat de mening van buiten de ambtelijke wereld onvoldoende tot zijn recht is gekomen. In de commissie zitten de heer Koning, lid van de Tweede Kamer voor de VVD, mevrouw Wassen van Schaveren, oud-voorzitter van de Emancipatieraad, mevrouw Soetenhorst-Savonin-Lohman, medewerkster van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en de heer Martijn, burgemeester van de gemeente Bakel-Milhezen. Zodra de commissie eind dit jaar advies over herziening van het decoratiestelsel heeft ingediend, wil de minister spoed zetten achter de uitvoering ervan. Er dreigen acties bij het warenhuisconcern Vroom & Dreesman. Vanmiddag liep het ultimatum af dat de bonden aan de directie hadden gesteld. Morgen zullen FNV en CNV met hun kaderleden overleggen over de aard van de acties. De bonden hopen dat V&D daardoor wat soepeler zal gaan staan tegenover hun eisen voor de nieuwe CAO. Een daarvan is invoering van een 38-urige werkweek. Ook wil men doorbetaling van het volledige ziekengeld en handhaving van de koopkracht voor de laagste inkomens. Het nieuwsoverzicht. Volgens koningin Beatrix kan Europa een grote rol spelen bij het tot stand brengen van een dialoog tussen Oost en West om het aantal kernwapens te verminderen. Ze zegt dit in een vraaggesprek in het weekblad Elsevier's Magazine dat morgen verschijnt. Koningin Beatrix en prins Klaus vertrekken zaterdag voor een staatsbezoek aan Amerika. In het vraaggesprek zegt ze dat in een aantal landen een reële angst heerst voor een steeds verdergaande kernbewapening. Europa heeft veel oorlogen gekend en is gevoelig voor het schrikbeeld van een oorlog. Bovendien leeft er, zegt ze, ook een oprechte angst voor een totale vernietiging van welke kant die ook zou kunnen komen. Bij de Palestijnse protestacties tegen de schietpartij van afgelopen zondag op de Tempelberg in Jeruzalem is vandaag 1 dode gevallen, een jongen van 7 jaar. Hij werd gewond bij een actie in een Palestijns vluchtelingenkamp in de Gazastrook. Volgens Israël probeerde een grote menigte daar een klein legerkampement aan te vallen. Het Israëlische leger opende het vuur. Verscheidene mensen werden gewond. Het jongetje overleed in een ambulance die zou zijn tegengehouden door betogers. In New York is de Veiligheidsraad vanavond begonnen aan een speciale vergadering over de schietpartij van zondag in Jeruzalem. Van de Arabische kant is die beschreven als een moedwillige ontheiliging van een van de hoofdmoskeeën van de islam. De weersverwachting tot morgenavond. Heldere nacht, op veel plaatsen nachtvorst met een minimumtemperatuur van 2 graden vlak aan zee tot min 3 elders. Overdag wolkenvelden en bijna overal droog. Middagtemperatuur ongeveer 9 graden. Vannacht weinig wind. Overdag tot matig toenemende westelijke wind.
De vooruitzichten voor donderdag tot en met zondag. Droog weer en zonnige perioden. Geleidelijk hogere temperaturen. Einde van dit bulletin. Goeienacht.